Goedenavond kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag in dit eerste deel praten we over de vaste maand Ramadan die zondag 10 maart is begonnen. We praten met meneer Robert Bipat, hij is de voorzitter van de SIV. Kijkt u mee. Meneer Bipat, welkom in ons programma In Gesprek Met. Ik zal gelijk met de deur in huis vallen. We praten vandaag over Ramadan. Wat is Ramadan? Dank u. Ramadan is de negende maand in het islamitische jaar. We hebben 12 maanden waarvan Ramadan één van ze is. Ramadan staat ook bekend als de vaste maand. Het is de maand waarin de Heilige Koran is geopenbaard. Of de openbaring begon van de Heilige Koran aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem. Dat is in de Koran zelf dan vermeld als zodanig. En in de Koran draagt de Almachtige ons op om in deze maand te vasten. Van zonsopkomst tot zonsondergang. En waarom is een Ramadan zo belangrijk voor de moslims? Ramadan is een van de pijlers van de islam. Dus we hebben het geloof, dat is de eerste pijler. We hebben het gebed. We hebben armenbelasting, we hebben het vasten en de bedevaart naar Mekka als vijf pijlers van de godsdienst. En dus Ramadan is een van de pijlers en is daardoor heel belangrijk. Nee, eigenlijk is het vasten belangrijk, hè? Dus maar dat vasten gebeurt dan tijdens Ramadan. Vandaar dus dat echt een pijler is en deze periode dus echt voor ons heel belangrijk is. En wanneer we praten over Ramadan, dan weten we allemaal in de gemeenschap dat er tijdens deze periode gevast wordt. Maar kunt u ons uitleggen hoe vast een moslim tijdens de Ramadan? Dus we beginnen in de ochtend voordat de zon opkomt eigenlijk. Eigenlijk voordat het een beetje licht begint te worden, moeten we al gegeten hebben, gedronken hebben. En dan verrichten we het ochtendgebed en daarmee hebben we eigenlijk de intentie al aangegeven om te vasten voor de hele dag. En dan de hele dag door, totdat de zon ondergaat, drinken we niet, eten we niet, geen geslachtsgemeenschap. Maar vooral belangrijker is dus dat geestelijk vasten waarbij we dus let op onze taal, respect voor iedereen tonen en niet jokken en dat soort zaken. Dus dat allemaal vormt ons eigenlijk als mensen veel beter ook. Voor de doorsnee burgers zouden ze zeggen van het is een zware taak en eigenlijk beperkt het je sociaal leven. Maar u bent dus een geestelijke in het geloof. Kunt u ons vertellen hoe de Ramadan uw sociaal leven of uw normale werk beïnvloedt? Nou, eigenlijk niet echt hoor. Want in principe zijn we gewoon om ons te gedragen in het leven, toch? Dus dat hoort zo ook. Het moet niet zo zijn dat we buiten Ramadan zeggen van we gedragen ons anders. We horen ons altijd goed en netjes te gedragen naar ieder toe, toch? Dus er zijn wat beperkingen, maar dat is voor de dag. In de avond kun je dus wel gewoon weer eten en drinken. Dus het is niet dat het heel veel doet. Natuurlijk ga je in deze maand niet uitgebreid huwelijken en verjaardagen en dat soort dingen vieren. Maar het is maar één maand van de 12, toch? Het is minder dan 10% van het jaar. Dus. En u sprak net van, je gaat niet uitbindig huwen of een verjaardagen vieren. Gebeurt dat wel? Dus trouwen mensen gedurende de Ramadan binnen een islamgeloof? Jawel, dus kijk, het islamitische huwelijk is heel eenvoudig. Het is een heilig contract dat gesloten wordt. En eigenlijk zijn het de twee mensen, bruid en bruidegom, die belangrijk zijn daarbij. Dus in feite hoef je niet eens een feest te geven of dat soort zaken. Dus dat komt erbij, maar het is niet dat het erbij hoort, per se erbij hoort. Dus alles kan, alles gaat. Dus als ik het goed begrijp, stel een koppel gaat trouwen tijdens de Ramadan, dan wordt er geen uitbundig feest gegeven met eten en drinken. Jawel, kijk, het is up to them, toch, weet je. Maar wat we vooral ook wel hebben in deze maand, is dat we dus veel meer in gebed gaan. We krijgen extra gebeden in de moskee, tarawih gebed, zoals wij dat noemen. Dat is een speciaal gebed dat tijdens deze maand wordt verricht. Maar als dat al verricht is, ik bedoel zo'n uur. Mensen kunnen eten, drinken, maar ja.
het moet allemaal binnen de perken van de islam natuurlijk. En dingen. Maar dat moet altijd ook. Dus het, al is het nou binnen of buiten Ramadan, het maakt niet veel uit. Daar moet je dus altijd je aan houden. En ik weet dat het voor bepaalde mensen zwaar is om bijvoorbeeld zich te houden aan, dus je onthouden van voedsel. Misschien heeft u dat niet, maar u bent dus een geestelijke leider, u praat met uw mensen. Is het moeilijk voor bepaalde mensen om zich te weerhouden van eten en drinken? Nou, dus kijk, het is de intentie waarmee we vasten is belangrijk, hè? Toch? We vasten niet om af te vallen of gewoon omdat we het leuk vinden om geen voedsel en drank tot ons hebben, te nemen. De intentie waarmee we vasten is omdat de Almachtige ons dat heeft opgedragen, toch? En als we dan sterk geloven daarin en alles meenemen wat om ons heen gebeurt, de hele schepping, de hele natuur, dat een reflectie is van zijn bestaan, toch? Van de creatie en alles. Dan rest ons niks anders van om die opdracht uit te voeren. En gelooft u me, als we met de intentie opstaan om op die manier te vasten, lukt het gewoon heel makkelijk. Ik heb vandaag bijvoorbeeld helemaal geen honger geleden. Toch? Dus normaal heb je 10 uur 's morgens al zin in een broodje weer en dat soort dingen. Maar dat gevoel is helemaal weg, weet je. Dus het is, en het is ook belangrijk dat mensen beseffen dat je niet in de ochtend moet proberen om heel veel in te halen voor de dag alvast of een voorschot te nemen door heel veel te eten. Want dat werkt juist averechts, dat geeft je juist eerder honger en zo dingen. Dus gewoon wat je normaal gewoon bent als ontbijt, dat is al veel, het is al beter dan alles. En tijdens de dienst van vandaag, na afloop ervan, heb ik ouders gezien met hun kinderen. Kinderen doen ook mee met de vaste maand, heb ik begrepen, een paar jaren geleden. Hoe worden die kinderen begeleid tijdens dit proces? Nou kijk, het gebed, daar komt iedereen naartoe, toch? Dus of mensen vasten of niet vasten, nee. Er zijn uitzonderingen voor vasten, want als mensen heel ziek zijn en oud zijn en dat niet kunnen doen, dan krijgen ze vrijstelling, toch? Met onder bepaalde voorwaarden natuurlijk. Dat ze dat inhalen of iemand voeden of zo. Weet je, dus er is een compensatie daarvoor, toch? Om niet in al de details erin te treden. Bij kinderen, die kinderen beginnen vrijwillig zelfs. Hè? Dus als ik zelf naar mijn kinderen kijk, dus met hun 11e, 12e jaar, vonden ze ook van, ze gaan ook dingen. En ze altijd proberen, toch? Kijk, een halve dag of zo. En tot mijn verbazing trekken ze het gewoon de hele dag door. Dus uiteindelijk, als ze het uit eigen wil, uit eigen liefde doen en dat soort dingen, dan lukt het altijd. Dus het moment dat we gaan dwingen, gaat het averechts natuurlijk. Ja. Ik ga u niet vragen persoonlijk, want zeer waarschijnlijk kent u dat niet. Maar heeft u soms gehoord van dat mensen bepaalde zaken missen tijdens de Ramadan? Heeft u daarvan gehoord? Ja, ik ken mensen die dus... voor sommige mensen die een beetje verslaafd zijn aan sigaretten of dat soort dingen. Wat ook niet goed is natuurlijk, toch? Is het soms moeilijk om af te blijven daarvan, weet je. En dan merk je van, na het ontvasten, daar rennen ze direct om een sigaretje te pakken en dat soort zaken. Over het algemeen heb ik in mijn eigen omgeving niet echt heel veel gezien, hoor. Het zijn maar uitzonderingen natuurlijk. Maar tijdens Ramadan, dan gaat het ook over een bepaalde geestelijke groei, spiritualiteit. En u gaf net een voorbeeld van mensen zijn soms verslaafd aan roken en na het vasten rennen ze dan om weer een sigaretje te pakken. Hoe moet die geestelijke groei ervoor zorgen dat mensen bepaalde negatieve zaken achterwege laten? Nou, dat is dus die training, hè? En eigenlijk is het een training van 1 maand voor de rest van het jaar. Dus 11 maanden moet je dan proberen toch uit te voeren wat je geleerd hebt in deze maand. En het belangrijkste is dat je die wil toont en dat je wijst van dat je geestelijk sterk bent en die wil hebt om de opdracht van de Almachtige uit te voeren. En dus alle wereldse zaken eigenlijk van je af te zetten. Hè? Dus, want daarmee creëer je de nabijheid tot de Almachtige. Dus niet meer denken aan echt dat wereldse van lekker eten, drinken en zo. Nee, dat is niet meer belangrijk, toch? Wat belangrijk is dat we ons focussen op dat geestelijke van dat we uiteindelijk
In de Koran wordt dat in het Arabisch een taqwa genoemd. Taqwa betekent vroomheid, rechtvaardigheid, eigenlijk nabijheid tot de Almachtige. Je kunt dus niet echt één woord in het Nederlands ervoor bedenken. Maar het is een toestand die je moet bereiken na het vasten, waarbij je dus voelt van ja, ik voel me nader tot mijn schepper, toch? Ik heb een vraagje voor u, meneer Bipat. U praat over hoe het vasten aan toe gaat en hoe uw kinderen ook zijn begonnen. Hoe oud was u toen u begon met een vasten? Ik was rond de 14, 15 jaar, denk ik. Ja, zoiets. En u doet het nu al een aantal jaren. Welke lessen heeft u geleerd uit Ramadan, sinds jongs af aan? Wel, dus op een gegeven moment evolueert het naar iets waar je elk jaar naar uitkijkt. Hè? Dus toch, het is niet dat we met tegenzin kijken van, nee, we verlangen ernaar van, hey, het is binnenkort Ramadan, weet je, en dan dingen. En voor ons is het echt een andere beleving van geluk en zaligheid en alles. En dan zie je van dat je eigenlijk niet veel nodig hebt om te leven, hè? Toch? En dat neemt al heel veel stress van je weg ook, hè? Want bijna zullen we zeggen van mensen leven tegenwoordig alleen maar om te overleven, weet je toch? Maar dat moet het dus juist niet zijn, hè? Je hebt maar heel weinig nodig om te leven en om in leven te blijven. En dat bewijst die Ramadan ons ook, hè? Ja. We begrijpen dat tijdens de Ramadan er meer diensten zijn dan normaal. Maar is Ramadan een tijd voor dus meer gebed en dan bij familie zijn? Hoe zien jullie binnen de moslimgemeenschap dat? Dat is beide allemaal. Dus meer gebed. In die zin, kijk, normaal zijn er 5 gebeden per dag al verplicht. Hè? Dus die moeten we dingen. Maar het is altijd mooi om tijdens deze maand nog meer, nog extra te doen. Toch? En dat doen we dus ook in de moskee. Veel mensen, laat maar zeggen, dus we hebben ook de gewoonte om na middernacht wakker te worden en weer te bidden en door te bidden tot de ochtend. Te wachten tot het moment waarop we weer onze laatste maaltijd gebruiken in de ochtend en dan weer dingen. Dus als je dus bidt in de nacht, dan is alles rustig om je heen. Je kunt je beter focussen erop, je kunt je beter die concentratie maken dat je je eigenlijk dichter bij de Almachtige voelt ook. Ja. En we hebben gesproken over dus wat Ramadan is, wat men doet gedurende deze periode, maar is er volgens de organisatie of de religieuze een overdenking, een bepaalde voorbereiding naar deze maand toe? Ja, dus kijk, de maand voor Ramadan heet Shaban en de islamitische maanden zijn dus 29 of 30 dagen. En bij rond de 15e Shaban, dan wordt al bekendgemaakt van kijk, Ramadan is al in aantocht. En als je het vorig jaar een aantal dagen gemist hebt met vasten, is het de tijd om dat nog in te halen voordat de nieuwe vaste maand begint. Toch? Dus dat is die belangrijkste voorbereiding eigenlijk. En we weten dat sommige mensen verplicht eigenlijk vaste dagen missen. Onder andere vrouwen die menstrueren, weet je. Dus dan, als ze in een periode zijn, dan mogen ze niet vasten. Dan moeten ze dat inhalen en dan halen ze dat in. Dus meestal in deze periode in. Ja. Of ze hebben de laatste gelegenheid, laten we dat zeggen, om dat in te halen. Want ze kunnen het direct na Ramadan weer inhalen van het vorig jaar. Dan heb ik ook een vraag. Want Ramadan is een hele maand. En als vrouwen eraan beginnen, moeten ze hun een periode krijgen gedurende die maand. Dus hoe gaat dat? Stoppen ze voor dat moment? Ja, dat bedoel ik toch? Dus dat stoppen ze voor dat moment. Totdat het voorbeeld. En dan ze het in na Ramadan. Ja. En ook als mensen ziek zijn en niet kunnen vasten, dienen ze na de maand, na Idul Fitr. Op Idul Fitr zelf mag je niet vasten. Hè. Idul Fitr markeert dus eigenlijk het einde van Ramadan, is de eerste dag van Shawwal, dat is dus de maand na Ramadan. En dan na Idul Fitr, dan haal je dat in. En dat is dus voor zieken, voor mensen die op reis zijn. Eigenlijk mag je niet vasten als je op reis bent, toch? Het is eigenlijk ter bescherming van jezelf als mens, als individu. Toch? Dus dan moet je dat inhalen wanneer je wanneer Idul Fitr voorbij is. Ja. En meneer Bipat, wat voor
Ja, laat me dat eerst vragen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de overheid de moslimgemeenschap tegemoet is gekomen door te zeggen van ambtenaren die dus de islam beleiden mogen rond 12 uur of 1 uur naar huis. Hou me ten goede wat de juiste tijd was. Is dat dit jaar ook zo? Ja, ik zag net die brief langskomen van de minister van Binnenlandse Zaken. Het is een goed ding, maar ik blijf erbij. Ik heb altijd mijn mening daarover gehad. Van, kijk, eigenlijk moet je zo normaal mogelijk door blijven werken en dat soort dingen. Dat toont aan hoe sterk je bent toch, in het geloof. Want kijk, als je alleen maar gaat zitten en niks doet, dan is het heel makkelijk ook. Hè? En dat is juist niet de bedoeling eigenlijk. Hè? Die mate van opoffering moet duidelijk tot uiting komen. Ja. Dus eigenlijk mag een Ramadan je werk of je sociaal leven niet al dusdanig beïnvloeden? In principe niet, nee. Als je een sporter zou zijn, hoe zou dat gaan tijdens Ramadan? Ik weet niet of u dat vorig jaar heeft gevolgd, was het vorig jaar? Of het jaar daarvoor, dat er voetbalwedstrijden waren waarbij een Marokkaans team meedeed. En ze hadden gevast gewoon, hè, de hele dag. En het was ergens in een Europees land waar het nog heet was tijdens de zomer, volgens mij. En in ieder geval hebben ze gevast en ze zijn doorgekomen. Dus dat was het mooiste voorbeeld dat ze konden geven. Van, het maakt niet uit, we gaan door met vasten. Toch? Ja, dat is wel mooi. Ja. Oké. Meneer Bipat, tijdens de diensten wordt er ook gesproken over het zuiveren van de intenties van de mens. Want daar gaat Ramadan toch ook over. Je moet je intenties laten zuiveren. Hoe begeleiden jullie als geestelijke leiders dat tijdens de diensten? Nou, dus, kijk, het islamitisch gebed is eentje waarbij je ook individueel bezig bent. Hè? Het is niet zo dat een voorganger alleen bezig is. Wij gaan allemaal in gebed. U zult dat een keertje gezien hebben, zeker hoe dat gebeurt, toch? Weet je? En daarna is er altijd een preek. En in die preek proberen wij dus maatschappelijke kwesties aan te halen. En mensen een beetje op te voeden, ook in die zin van... Let op dit, dat, let op dat. Ik heb vandaag bijvoorbeeld meer over gezondheidszaken gesproken. Ik ben arts van huis uit. Dus, en dat heb ik een beetje benadrukt ook van, let op wat je eet, toch? Het is nu een unieke gelegenheid in deze maand om vers voedsel klaar te maken, maar ook zodanig dat je weinig zout en vet en dat soort dingen erbij neemt, toch? Dus eigenlijk is het een leerschool voor ons en een unieke gelegenheid om te wennen aan dat ander, waardoor we daarna geen probleem hebben om door te gaan. Dat zijn dus de lichamelijke zaken. Maar geestelijk ook, wat ik moet benadrukken ook, is dat onze belangrijkste vaste eigenlijk vasten is met onze intentie. Toch? Want je kunt vasten, maar als je intentie verkeerd is, is het vasten verbroken. Toch? Dus je kunt niet met vasten en intentie hebben om iemand te bestelen of op te lichten of wat dan ook. Dat is helemaal fout. Toch? Dus... En die intentie moet altijd zuiver zijn en die intentie moet altijd erop gezegd zijn van 1 ten dienste van de Almachtige, 2 ten dienste van de medemens. Ja. En als we kijken naar de situatie dus nu in Suriname, u zegt net ten dienste van uw medemens. Als u kijkt naar de maatschappelijke problemen in het land, hoe zou u dat combineren met Ramadan en wat voor boodschap moeten we daaruit halen, dus uit Ramadan? Kijk, ik had eerder al gesproken over dus de armenbelasting. Veel mensen voldoen aan armenbelasting dus in deze maand. En dat geld wordt dan gebruikt ook om mensen die het moeilijk hebben binnen en soms buiten ook de organisatie om die te helpen. Verder proberen we ook projecten te initiëren of bij mensen projecten, mensen die projecten initiëren om die te helpen en ondersteunen om... anderen te helpen en dat soort zaken. Maar dus belangrijk is die boodschap ook van, dat proberen wij ook overal te brengen, van je hebt niet veel nodig om te leven. Daar moeten we aan beginnen, want als je meer wenst dan je hebt, ga je altijd ongelukkig zijn. Toch? Heeft u misschien tips voor de moslimbroeder of zuster die thuis kijkt en bijvoorbeeld een beetje struggelt met vasten op de juiste manier en hun intentie op de juiste manier te richten in deze periode. Wat zijn enkele handige tips die u zou kunnen geven? Nou, de meest handige tip is
lees de Koran. De Koran is vertaald, ook in Nederlands, als je Arabisch niet begrijpt. Het is mooi als je het Arabisch leest en begrijpt, maar als je dat niet begrijpt, het is in het Nederlands, Engels, wat dan ook. De Koranische boodschappen die hebben allemaal een eigen manier waarop ze ons tot rust en geduld aanmanen, toch? En ze geven ook aan, en de Almachtige geeft daarin ook aan, dus redenen waarom je tot rust moet komen, toch? Dus een van de hoofdstukken bijvoorbeeld, die praat over de tijd en zegt van, wij zijn als mensen in verlies, toch? En waarom zijn we in verlies? We zijn in verlies omdat we de tijd voortschrijdt, we worden ouder en we zijn steeds dichter bij onze dood. Dus elke keer dat we jarig worden, vieren we feest. Maar eigenlijk moeten we ons gaan bezinnen van, nee, we zijn dichterbij. Toch? En we zullen dus een andere wereld intreden, toch? En dan zegt de Almachtige daarin van, de mens is in verlies, toch? Behalve degenen die goed doen, toch? Elkaar de waarheid vertellen en elkaar tot troost zijn. Toch? Dus dan begint hij je eigenlijk al een voorschot te geven van, kijk, dit zijn zaken waarop je moet letten in je leven, toch? Probeer altijd goed te doen. En met goed doen is, betekent eigenlijk impliciet direct van, doe anderen geen kwaad, toch? Doe jezelf en anderen geen kwaad. Dat is belangrijk. Meneer Bipat, heeft u misschien een beeld van hoe de organisatie is gegroeid in vergelijking met het afgelopen jaar? Kijk, we hebben een ander probleem in Suriname. En dat is de vergrijzing. Hè? We onderschatten het misschien, we kijken naar Europa, steeds dingen toch. Maar moderne koppels, zoals ik dat noem hier, of moderne echtparen en dat soort dingen, hebben maar één of twee kinderen. En uiteindelijk zie je dus dat die bevolking aan het vergrijzen is. Veel mensen die vanwege de leeftijd de moskee niet meer kunnen bezoeken en dat soort dingen. Maar weinig jongeren die aanwezig zijn. En als die jongeren er zijn, dan worden ze door hun ouders naar het buitenland gestuurd om te studeren. Dus ik denk dat we allemaal, ik ben ook voorzitter van de IRIS op dit moment. En binnen IRIS-verband zien we ook van dat die verjonging eigenlijk een beetje wegblijft. Hè? Dus, en dat is wel een kwalijke zaak. Maar, Zoals we bij andere geloofsovertuigingen zien, dan zijn er diverse bevolkingsgroepen binnen die geloofsovertuiging. En zelf weet ik dat er ook veel Creolen, Afro-Surinamers, laat mij het goed zeggen, zijn binnen de moslimorganisatie. Heeft u een degelijke groei gemerkt in die groep binnen de organisatie de afgelopen jaren? Ja, dus kijk, eigenlijk is die religie niet gebaseerd op etniciteit, hè? Dus of ras of wat dan ook, toch? Dus iedereen is welkom, iedereen kan dingen. Het is toevallig dat wij hier overwegend met mensen van Hindoestaanse afkomst zijn, toch? Of ja, maar iedereen is welkom. En je ziet dus dat ook inderdaad mensen van Afrikaanse afkomst, zoals u zegt, meer aanwezig zijn in de moskee. Vooral op de vrijdag, wanneer het verplichte gebed is rond de middag. Dan zie je, het zijn vaak ook gewoon ook Afrikanen, hoor, die hier op bezoek zijn of zo. En of die hier werken, die komen. Eigenlijk zijn we centraal gelegen een beetje in Paramaribo, toch? Dus dat valt direct op. En voor elke moslim is het vrijdaggebed verplicht. En het wordt op dezelfde manier overal gedaan in de wereld. Dus je hoeft je niet druk te maken over dingen. Je loopt gewoon naar binnen en je verricht je gebed, toch? Dus dat is dus dingen. Je hoeft bang te zijn dat iemand vriend gaat. Nee, in tegendeel gaat men je zo verwelkomen van, hey, kom maar. Weet je, dus dat is niet dingen. Dat is de islam, dat is het moslim zijn, toch? Weet je, en inderdaad zien we dus in de groep wat meer groei, dat soort zaken. Maar kijk, we leven in Suriname en we hebben respect voor iedereen en voor alle godsdiensten. We gaan ook niet actief recruteren bij de anderen van, hey, kom, dat is gewoon een ongeschreven regel eigenlijk bij ons. Van, ja, als iemand al ergens zit en zo dingen, ga je die persoon niet loswikken daarop dingen om bij ons te komen. Dat is niet hoe wij met elkaar omgaan hier. En dat zeg ik, Suriname is uniek in alle opzichten, hoor. Dus de manier waarop we met elkaar omgaan hier, ik heb het altijd gezegd, vrijheid van godsdienst is verankerd in onze grondwet, in een heleboel grondwetten in de hele wereld, maar alleen in Suriname kun je het beleven.
Want hier maakt het je buurman echt niet uit wat je bent of wie je bent. Toch? Dus, ja. En dan naderen we het einde, meneer Bipad. Ik wil u dan nog een laatste vraag stellen voordat ik ga naar de boodschap. Misschien kunt u de kijkers thuis vertellen hoe Ramadan u heeft geholpen om te groeien als moslim. Nou, dus het vasten is gewoon een onderdeel van het moslim zijn. Hè? En we hebben dus het verplichte vasten in deze maand. Maar je hebt natuurlijk ook momenten waarop je vrijwillig vast en dat soort zaken. En tijdens deze maand, toch, ga je die vijf zuilen eigenlijk... Ik heb altijd gezegd van, het stelt je in staat om een beter moslim te zijn. Hoe komt het? Je krijgt de gelegenheid om de gebeden te verrichten. Je krijgt de gelegenheid om, armenbelasting te betalen. Je vast, en als je vast betekent dat je minder uitgeeft aan eten en dat soort dingen. Dus je kunt elk jaar sparen zodanig dat je uiteindelijk de bedevaart naar Mekka kunt betalen. Toch? Dus het maakt eigenlijk, en die saamhorigheid, alle mensen bij elkaar, zo vrienden, familie. Met één doel, aanbidden van de Almachtige, lofprijzen van de Almachtige. Dat maakt dus dat je, wanneer je van hier vertrekt, dat je je ander mens voelt. Toch? Dus, en ik moet zeggen, vanaf mijn 15e zei ik, dus inderdaad, ik ben gegroeid in deze organisatie. Dus ben ik gewoon binnengekomen, toen werd ik voorzitter van de jongerenorganisatie. Toen kwam ik in het bestuur en nu ben ik voorzitter. Het is tijd dus dat anderen weer overnemen. Ja. En tot wanneer loopt Ramadan? 10 juli hebben we Idul Fitr, dus tot 10 april. 10 april, Ja, op 10 april is het Idul Fitr, dat hebben we uitgerekend. En 9 april is dan de laatste de vaste dag. Heeft u een Ramadan boodschap voor de moslimbroeders en zusters, maar ook voor de totale Surinaamse gemeenschap? Dus in het algemeen wereldwijd zei ik van, laten we allemaal bidden in deze maand, extra bidden voor het welzijn van ons volk. Maar vooral ook om te bidden dat alle oorlogen en gewelddadigheden in de wereld eigenlijk een keertje ophouden. En dat men toch leert om in respect en vrede met elkaar te leven. Wij zijn het goede voorbeeld hier met onze buren hier. Toch? Ik hoop dat deze boodschap dan wereldwijd toch wel wat ingang vindt. Het lijkt erop alsof we als mensen steeds minder respect voor elkaar hebben. En dat gaat niet de goede kant op. Maar laten we onze best doen om dat toch te behouden. Zo kijkers, met de woorden van meneer Robert Bipad zijn we gekomen aan het einde van het eerste deel van deze aflevering van In Gesprek Met. En zijn boodschap was duidelijk zoals hij het zegt, we moeten proberen om in vrede met elkaar te leven. Gaat u nog niet weg, want we hebben nog een deel voor u. Goeiedag kijkers, welkom in het tweede deel van In Gesprek Met. Wij zijn op bezoek bij de huisartsen spoedpost in het Sint Vincentius ziekenhuis, waar wij een follow-up gesprek hebben met de directeur-oprichter, de heer Jurgen Rens. Hij gaat ons een beetje meer vertellen over hoe de stand van zaken operationeel hier gaat bij de spoedpost, want het is straks bijna een jaar sinds de oprichting. Kijkt u mee. Meneer Rens, welkom wederom terug in ons programma In Gesprek Met. Goeiedag, ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, absoluut. Net als wat ik aangaf in mijn intro, zijn we weer bij u op bezoek, want we waren bij u tijdens de opening. Het was net een weekje of zo dat de huisartsen spoedpost was geopend. We zijn er straks bijna een jaar verder. Heeft u al een tussentijdse evaluatie voor onze kijkers? Hoe het er nu aan toe gaat bij de huisartsen spoedpost? Ja, het is... Het is zoals al gehoopt is het een succes. We zien heel veel mensen, we maken dus heel veel mensen ook blij met goede zorg. Dus ja, het wordt steeds drukker bij ons. En dat is wel leuk om te zien. Had u dat zelfs verwacht? Nou, ik wist natuurlijk dat de behoefte er was om zorg te leveren, vooral in de eerste lijn. Maar we hadden wel verwacht dat het druk zou worden, maar we zien wel dat
de patiënt het ook waardeert dat het op deze manier geschiet. If memory serves me, hadden we het erover dat jullie het hier makkelijker willen maken. Dat jullie niet graag willen dat mensen urenlang hier komen zitten en dat ze dan liever van tevoren bellen. Hoe is dat systeem gegaan met het nummer 124, als ik me niet vergis? Ja, het is een mooi nummer. Ik vind nog steeds dat mensen nog steeds te weinig bellen. Hoewel het nummer 124 is een gratis nummer. Maar we zien wel dat er wordt wel gebeld naar ons toe. Dus wij kunnen wel aan de telefoon mensen beoordelen en dan advies geven. Dus ja, we zien wel dat het werkt. En mensen wachten ook bij ons niet te lang. Dus dat is inderdaad wel een van de verdiensten. Hoe is het verder afgelopen? Want ik weet nog, we hadden het over dat jullie mensen met en zonder verzekering helpen. Is dat nog steeds het geval? Nou, ik denk dat we in de afsluitende of afrondende fase zijn van de gesprekken met alle verzekeraars. En ik hoop dat ik binnen een maand of twee wel iedereen kan zien. Maakt niet uit welke kaart je hebt, dat je gewoon kan aanmelden. Voorop staat nog steeds dat we iedereen zien die in nood is. Dus dat is wel belangrijk om mee te geven. Maar een verzekering is wel van belang. Absoluut. Ik ga er ook vanuit, bij een spoedpost zullen er ook drempelkosten zijn. Zijn die er ook? Ja, onze drempelkosten zijn nu 300 SED per bezoek aan de spoedpost. Als u een vergelijking kan maken met het afgelopen jaar naar nu net het eerste kwartaal van 2024, welke vergelijking kunt u allemaal maken? Nou ja, als je kijkt naar het afgelopen jaar, nou, toen wij dus begonnen hier, toen moesten natuurlijk moesten bekend worden. Mensen kennen dit natuurlijk niet, deze manier van werken. Ik heb afgelopen week toevallig nog een patiënt gesproken die het een beetje raar vond dat ze heel veel vragen moest beantwoorden bij de deur. Of in ieder geval in onze triagekamer. Maar als je dus mensen uitlegt van, hey, dit is waarom we die vragen stellen, dan snappen mensen het ook. En ik zie wel dat mensen wel gewend raken aan de manier van hoe wij dat hier doen. De vriendelijkheid en het feit dat je gewoon hier als een patiënt behandeld wordt die als iemand in nood is, dan is hij hier aan het juiste adres. Dus onze mensen zijn zeker zeer adequaat in het behandelen van die patiënt, maar ook de communicatie richting de patiënt is hier heel anders. Het is een ander standaard. Oké, zou je dan even kunnen uitleggen, ik gaf in het begin aan, men kan bellen naar 124 om aan te geven, ik heb dit en dit en dit, doet vreselijk pijn. Zijn jullie open, mag ik langskomen? Dus kunt u daar even uitleggen hoe het proces precies gaat, mocht iemand bellen en mocht iemand niet bellen, en wat ze dan tegenkomen als ze binnenstappen? Ja, kijk, als je dus belt met 124, dan krijg je een arts aan de telefoon. Het is een triagearts. En deze arts die gaat jou bevragen, die stelt medische vragen aan de hand van hetgeen waar je voor belt. Dus als je voor hoofdpijn belt, dan gaat hij daar vragen over stellen en hij gaat eigenlijk uitsluiten als je op dat moment in medische nood bent of als je een spoedprobleem hebt op dat moment. Zelf voordat je in medische nood bent en je kan niet uitrijden of noem maar op, dan kunnen wij zelf met onze ambulance van het Sint-Vincent ziekenhuis kunnen wij naar je toe komen om je thuis te beoordelen. En in het geval dat je echt super ziek bent, kun je meteen transporteren, stabiliseren en transporteren naar het AZ. En als het wel meevalt, dan kunnen we je meenemen naar het Sint-Vincent ziekenhuis. En dan kunnen we hier verder ons werk doen. Dus dat is het aan de telefoon. De reden waarom ik vraag om te bellen is omdat ik dan niet alle specialismen hier in huis heb. En het is ook aan de andere kant ook tijd besparen, zeg maar, als iemand belt. Want als ik al weet dat ik hem hier niet kan helpen, hem of haar niet hier kan helpen, dan kan ik hem meteen sturen naar het juiste ziekenhuis, die wel de specialismen in huis heeft. Daarnaast zien we wel dat er nog steeds heel veel mensen komen. En wat me wel is opgevallen, vooral in bijna dit jaar dat we dus nu draaiende zijn, is dat mensen komen en mensen komen vaak veel te laat. Dus wanneer de klachten al zo ver gevorderd zijn dat er eigenlijk in de huisartsenzetting niets meer aan te doen is. Dus dan moeten die mensen naar de SEA. En vaak zie je ook dat mensen in blinde paniek hier naar binnen rennen. Met kinderen die super benauwd zijn of
ja, soms ook niet meer ademen. Dat hebben we al een paar keer meegemaakt. Is van belang om te weten dat wij huisartsenzorg leveren en we zijn geen eerste hulp. En ik snap wel de paniek. En als iemand hier naar binnen komt, dan doen we er alles aan om iemand te helpen. Maar dat blijft nog steeds dat we geen eerste hulp zijn. En om de mensen inderdaad gewoon doorsturen naar een ander ziekenhuis of naar het AZ in dit geval. Is het dan vaker juist voorgekomen dat mensen van het AZ patiënten sturen hierheen? Nou ja, je ziet wel dat de drukte, en dat vind ik wel mooi om te zien, en dat is ook in de visie van dit bedrijf, is dat wij de eerste lijn zorg willen wij goed vormgeven. Hè? Dus als er een niet-spoedklacht is op een drukke SEH, maar één SEH in Paramaribo, dan is het logisch dat die patiënt wordt verwezen naar een huisarts op spoedpost, in dit geval naar ons. Dus we zien inderdaad wel dat er veel mensen aangekondigd of soms onaangekondigd bij ons komen. En die vangen we dan op en die gaan we dan gaan we gewoon ons huisartsenwerk doen. U legde de nadruk op de naam. Het is sowieso huisartsen spoedpost en geen spoedeisende hulp. Maar ik neem dan sowieso aan dat we niet alleen huisartsen hier hebben. Heeft er sowieso één of twee mensen die er iets meer uitgebreider van verschillende ziektes zijn, wel een rolcall hebben. Nou ja, we zitten wel in een ziekenhuis en het mooie is dat wij dus een hele mooie samenwerking hebben met dit ziekenhuis, waarbij de specialisten ook inkomen wanneer het nodig is. Basiszorg en huisartszorg is altijd eerste lijnzorg en je kan hier als huisarts op de post kan je nog wat meer kennis hebben, maar het blijkt nog steeds dat je als je iemand naar de specialist moet verwijzen of als je moet overleggen, zou je toch wel moeten bellen met een van de specialisten van het ziekenhuis om het beleid daar af te stemmen. Maar basiszorg is, huisartszorg is ons ding en daar zijn we gewoon het beste in en daar zijn we gewoon trots op dit moment. Dus als ik je goed begrijp, om te voorkomen dat mensen mensen half levend en bijna niet meer ademend hier binnenvallen, dan staat u liever open dat iemand belt, zodat u ook gelijk kunt aangeven met zoiets zou ik u liever aanbevelen om gewoon direct richting het SIH te gaan, neem ik aan. Dat klopt inderdaad. Omdat het idee is vaak bij de mensheid dat wanneer ze dus komen aanlopen, dat het voor hun tijdsbesparend is. Maar als u komt aanlopen met een klacht waarvan ik hier de specialiteit niet heb, dan moet ik u ook laten uitweiden naar een ander ziekenhuis. En dus dat heeft niet zoveel zin. De dokter aan de telefoon weet precies wat we in huis hebben. Die weet ook precies van oké, deze patiënt is in levensnood. En in hele erg gevallen kunnen we zelf naar huis rijden om dat meteen te stabiliseren. Dus dat zijn wel grotere verschillen, zeg maar. In ons vorige gesprek hadden we het erover de openingstijden. Het is vanaf laat in de middag, want u gaf de normale huisartsen zijn open van 's morgens. Staan er nu wel veranderingen op komst of zegt u nog niet? Nee, kijk, nogmaals, kijk, we zijn een huisartsenspoedpost. Ik ben van mening dat de huisarts overdag open moet zijn of open is tot en met 5 uur. En daarna kan de avonddienst het overnemen van 5 tot de volgende ochtend 7 uur. Die ambitie ligt er nu niet om te zeggen van hey, we zijn de hele dag open. Want dan ga je eigenlijk je doel voorbij, zeg maar. We zijn er voor spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende dag dat de eigen dokter er is. En daar zijn we dus goed in en dat wil ik gewoon graag zo houden. Dus voor mijn kijkers thuis, ik denk dat dokter Rens het bedoelt met, mocht uw huisarts gesloten zijn en u heeft dringend hulp nodig en u wilt niet naar het SIH, tenzij het een spoedgeval is, dan kan men dan vanaf 5 uur dan hier terecht. Ja, dan kan men vanaf 5 uur bij ons terecht. Voor huisartsenzorg. U bent in principe de vraag even geskipt toen ik u vroeg van mochten mensen binnenstappen, hoe eigenlijk het ontvangst is. Kunt u weer daarop invallen met welke type vragen worden gesteld als die persoon niet heeft gebeld? Nou, eigenlijk is het hetzelfde als aan de telefoon. Het enige verschil is dat we je dan nu voor ons zien en dat we al meteen een bepaald beeld hebben, want we zien iemand levend staan. Of ja, we kunnen heel veel aflezen aan het gezicht van iemand.
En dan gaat die persoon mee, na het inschrijven gaat die persoon mee naar de triagekamer. Volgens protocollen, iedereen die binnenkomt, wordt binnen 10 minuten van de stoel gehaald. Ik moet aangeven dat het soms niet lukt, omdat we soms echt een hele grote batch met mensen zien dan, die naar binnen komen. Desondanks, gemiddeld, is iedereen wel binnen 10 minuten van de stoel, van de wachtkamer, in de triagekamer. En dan worden er vragen gesteld en dan wordt de urgentie vastgesteld. En aan de hand van die urgentie wordt iemand gezien. En stel voor iemand heeft een hogere urgentie, dat zeggen nou een spoed dan in dit geval in medische terminologie, is dat een U2. Dat betekent dat die patiënt binnen een uur gezien moet worden. Dan komt hij meteen door naar achteren. Maar alle andere kleine dingen, ik kan je voorstellen misschien iemand met een enkel probleem, die een verstuiking heeft van zijn enkel. Dat is vervelend, dat is pijnlijk. Maar dat heeft niet zoveel zin om die patiënt dan meteen naar achter te sturen. Dus dan mag die patiënt even plaatsnemen. Desondanks zal hij binnen een half uurtje na binnenkomst al door een dokter gezien zijn. Dus dat is wel hoe het werkt in een notendop. U gaf daar ook aan van jullie zijn nu bijna aan afrondende fase met alle verzekeraars. Want ik ben er sowieso van zeker van, een spoedpost draaien is niet gratis. Er zijn sowieso kosten aan verbonden. Hoe staat het nu met de kosten? Want ik ga niet precies zeggen waar we hadden gesproken, want straks ga je horen. Maar hoe staat het nu? Komen mensen hun achterstallige bedragen die ze moeten betalen? Want je komt, je betaalt je drempelkosten en daarna kunnen er andere kosten bij komen. Hebben jullie nog steeds problemen met de andere kosten die bijkomen na de drempelkosten? Ja, kijk, weet u, het is heel belangrijk om te kijken naar de ethische plicht die een dokter aflegt. En dat betekent dat hij de zieke mensen altijd moet helpen. Dus als iemand hier aankomt en iemand is niet verzekerd, dan is de gezondheid van die persoon onze eerste prioriteit. We zien wel dat mensen nu steeds vaker terugkomen om hun schuldbekentenis te betalen. Maar ik zou het wel graag vaker zien dat ze hun schuldbekentenis komen betalen. En dat is wel van belang om dit soort initiatieven zeg maar, toch wel draaiende te houden. Desondanks gaan wij niet kapot aan, nog niet kapot aan dit, gelukkig. Want we hebben een mooi bedrijf, een mooi zorgbedrijf. Het draait gewoon goed. Maar het is wel van belang dat die schuldbekentenissen gewoon betaald worden. Mooier zou nog zijn als iedereen gewoon een verzekering heeft. En dat is het belangrijkste in dit geval. Want om te praten over geld terwijl je met iemand bezig bent, dat is altijd iets lastigs. Dat is niet iets wat een dokter moet doen, vind ik. Dus iemand moet gewoon een verzekering hebben, een verzekeringskaart meenemen. En dan krijgt hij hier de beste zorg die op dat moment nodig is. Dus als ik je dan goed begrijp, gaat het niet alleen want jullie kwaliteit zijn hoog. Maar u ziet graag dat de continuïteit blijft. Klopt, en dat is van essentieel belang. Want het is lastig om iemand weg te sturen die geen geld heeft. Erger nog, iemand wegsturen die geen geld heeft en wel ziek is, is ook nog strafbaar. Je kan daar ook nog voor vervolgd worden. Dus dat doe je natuurlijk niet. En het is ook, iedere dokter heeft een soort zorghart. En het zorghart zegt van, iemand is ziek en die persoon moet gewoon geholpen worden. En we zien achteraf wel hoe we dat gaan doen met die kosten. Dus dat hebben we nog steeds. We laten dus iemand wel een schuldbekentenis tekenen. Maar het is wel van belang. Ten eerste, regel die verzekering. En ten tweede, als je dat niet hebt geregeld, kom gewoon netjes die schuldbekentenis betalen. Want ja, we hebben wel alles eraan gedaan om je weer te herstellen. Ja, maar u ziet het zelf. Het is de manier waarop jullie er omgaan. Maakt niet uit hoe jullie... Jullie dokterlijke plicht staat sowieso voorop. Hier wonder het tweederde deel eigenlijk van de mensen dan liever naar hier komen. Want ik heb begrepen dat het niet altijd zo soepel eraan toe gaat in het SIH. Dus mensen zijn vaak ook heel gefrustreerd. En men geeft ook aan, als je weet dat je geen verzekering hebt, tenminste geld op zak. Zodat je weet dat je tenminste geholpen kan worden. Deelt u ook dezelfde mening? Ja, en dan ga je een beetje op glad ijs begeven. Het is van belang om dit te benadrukken. Als medici, zeg maar, dus medici die hebben een plicht, die hebben een eed afgelegd om iedereen te helpen. En die eed staat een beetje los van het financiële.
Dus wanneer iemand dus bijvoorbeeld, stelt u voor, u komt hier 3 keer aan en wij registreren iedereen die binnenkomt namelijk. Tegenwoordig ook iedereen die dus, we hebben een heel mooi systeem nu die ook onthoudt wanneer iemand een schuldbekentenis heeft. En het kan gewoon best zijn dat we dan gewoon kijken als u dus 2 keer komt van, hey, dit is niet spoedeisend. Dus ja, u gaat morgen maar naar uw huisarts en u heeft nog wat openstaan bij ons. Dus dat is het gevolg van niet komen betalen. En dus er zijn wel consequenties aan verbonden. We weten iedereen te traceren die een schuldbekentenis heeft. Dus dat staat vast. Alleen, we zijn ook bezig met een deurwaarder om onze gelden zeg maar, te halen. Alleen, als het op dat moment in de acute fase is, is het niet van belang. En dus zelfs die persoon die na 3 keer langskomt en niet betaald heeft, die dan op dat moment in levensnood is, zelfs die persoon die verdient de beste zorg die op dat moment te krijgen is. En ik denk dat dat een manier is van hoe je jouw zorgbedrijf een plekje geeft in deze maatschappij. En dat doen we graag. Maar desondanks, die schuldbekentenis moet u gewoon netjes komen betalen. Absoluut. We zitten op een huisartsenpraktijk. De naam zegt het al, huisartsen. Hoeveel huisartsen heeft u ter uw beschikking hier? Nou, dan is het echt ook een gewetensvraagje. Ik zou denken dat we nu, in totaal hebben we 70 man in dienst ongeveer. En dat zijn heel wat part-timers. We hebben ongeveer zo 25 huisartsen, dus beëdigde artsen zeg maar in dienst. Artsassistenten en co-assistenten die hier rondlopen. En dat is toch wel een volle bak. Ja. Maar ik bedoel de per shift? Per shift, ja. In de avond hebben wij 1 huisarts op dienst. 2 assistenten en ook nog een triagist. En een Bali-medewerker. Dus dat is onze dienst. Absoluut. Ik weet nog, in ons vorige gesprek had ik het erover van hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen om zo een huisartsen spoedpost te openen. U heeft zelf aangegeven door onderzoek te doen, weet u sowieso dat er een vraag ernaar is. En we hadden het ook over uitbreiding. Oké, we hebben het gehad over uitbreiding van de tijden. Die zit voorlopig niet, is nog steeds toekomstmuziek. Maar denkt u dat er nog uitbreiding, misschien een andere locatie, nog in de planning zit? Ja, ik denk dat we aan het einde van dit mooie jaar een mooi gesprek hebben daarover. U laat mensen gewoon op de tip van hun stoel zitten. Ja, zeker. Ik denk niet dat je al te veel moet laten zien. Ik denk dat je in de praktijk moet laten zien wat je kan. En aan het eind van dit jaar hebben wij toch wel een mooie verrassing voor het Surinaamse volk. Okay, ik hou je eraan. naast de ploeg die er hier zit van 5 tot, ik denk, tot 12. Oké. Want we weten dat er een hele poos een medicatietekort is met verschillende type medicaties. Hebben jullie dat probleem ook, dat jullie mensen niet gelijk medicatie kunnen geven van, weet u, dit kunt u gebruiken als u thuis aankomt of gaat u liever naar een wachtapotheek? Nou, het medicatietekort, daar hebben we geen last van. En dat heeft te maken met het inkoopbeleid van ons. En we hebben een goede samenwerking met de apotheken in de buurt. Waaronder apotheek McDonald's onder meer en apotheek Noord. Dat zijn toch wel apotheken die innovatief zijn en ook meedenken in de bevoorrading van de spoedpost. Maar onze eigen huisapotheek die doet ook genoeg om ons te bevoorraden. Dus dat vinden wij ook gewoon geweldig. Dus de medicatietekort op de post hebben wij niet. Het is wel zo dat het medicatietekort is in het land. Ja, dus het kan wel zijn dat wanneer er hier iets wordt uitgeschreven, dat die patiënt zeg maar inderdaad naar een wachtapotheek moet gaan. En dat die wachtapotheek het niet heeft. En het is aan ons om te kijken, van is het middel wat die patiënt nu moet krijgen, is het een tekort in het land? En geven wij uit onze eigen voorraad iets mee? Ja, zodat hij misschien over 2 dagen of 3 dagen wel bij een apotheek iets kan ophalen. Dus dat doen wij wel vaak. Ja. Maar is het wel voorgekomen dat jullie iemand moesten sturen om liever een apotheek op te zoeken? Recent niet. Nee, omdat wij over het algemeen geven wij de meeste medicatie uit. Dus stel voor, je hebt een antibiotica-kuur, het is nu 12 uur 's avonds. En je moet nu beginnen, dan geven we je meteen een voorraadje mee voor 2 dagen.
En die moet je dan wel, wel aftikken. Die moet je wel gewoon betalen, net als normaal. Moet je dan ergens anders je gelden terughalen. Maar omdat wij het uit onze eigen voorraad en het belang van de gezondheid van de patiënt staat voorop, om nu te beginnen met een medicament, geef het gewoon mee. En als je overdag bij een apotheek kan gaan om het te halen, dan is dat gewoon prima. Ik denk dat ik een ingewikkelde vraag ga stellen, want aangezien we het hebben over een huisarts, een spoedpost, maar mochten jullie zeker willen zijn dat als iemand komt met, laten we zeggen, heel erge buikpijn, en jullie weten niet of het de maag is, of de, hebben jullie wel die voorzieningen om precies te kunnen weten, in plaats van gewoon te voelen en te vragen, doet hier pijn, doet hier pijn. Maken jullie ook foto's hier, of is dat niet echt in jullie bezetting? Ja, dan moeten we eventjes definiëren wat die huisartsenspoedpost is. Dat is huisartsenzorg. De meeste huisartsenpraktijken, dan zeg ik tussen haakjes praktijken, hebben geen röntgenafdeling in hun praktijk zitten. Het mooie is dat wij wel aan een ziekenhuis gebonden zijn. En dat is ook het prachtige van de samenwerking, want als wij iemand hebben met een buikpijn, onze artsen kunnen ongeveer 80% al zeggen van oké, dit is iets in die buik wat niet goed gaat. En die andere 20% heeft te maken met beeldmateriaal of met labonderzoek, noem maar. Als er iemand een foto moet maken, dan sturen we die gewoon in naar het ziekenhuis hier. En dan wordt er een foto gemaakt. Is er een labonderzoek nodig, dan wordt die hier gewoon geprikt en dan wordt het hier naar het lab gebracht. En binnen een uur, binnen een half uur tot een uur, hebben wij de resultaten. En dus die faciliteiten zijn er wel. Maar stel je voor dat uit die foto komt dat iemand een blinde darmontsteking heeft, dan moet hij naar het AZ gaan voor de operatie. Dus dat is wel het verschil. Zeg maar. Dus dat doen we dan niet hier op, ja, helaas nog niet in dit ziekenhuis. En ik zeg dan nog niet. Absoluut. Is het omdat heel veel mensen, het lijkt alsof dat ze een zwaar hoofd hebben om richting het SIH te gaan. En de reden waarom ik je zulke vragen stel is dat men direct weet waarvoor men hier bij jullie terecht kan. Dus hopelijk neemt ze mij niet kwalijk. Ja, ja. Nee, ik snap het. En een zwaar hoofd hebben om naar de SIH. Ik denk dat je altijd een zwaar hoofd hebt als je naar het ziekenhuis gaat, want je maakt je altijd zorgen. En ik denk dat je als patiënt ook moet weten van wat is iets voor de SIH? Wat is SIH waardig? Dus heb ik meteen eraf gesneden, ja, dan moet ik naar de SIH gaan. Maar heb ik meteen gestoten en wil ik weten als het nou gebroken of gekneusd is. Ja, dan kan je best wel kijken van ik ga eerst naar de huisarts of spoedpost gaan. Een teen is niet zo spannend, vinden wij, in de medische wereld. Daar kunnen we wel een beetje zonder leven, dus snapt u? Dus zo kijken wij ernaar. Maar dan, als je daar twijfels over hebt, dan kan je het beste gewoon eerst bellen met 124. En dan gaat die dokter aan de telefoon zeggen van oké, wat heb je gedaan met die teen? Hoe ziet die teen eruit? Wat voor kleur heeft die teen? Kan je het nog bewegen? En aan de hand van al die vragen, weet die dokter aan de telefoon van nou, de kans dat het gebroken is, is groot. Kom maar langs en dan gaan we even hier eraan trekken en eraan duwen. En als we twijfels hebben daarover, gaan we een fotootje maken. Dat doen we ook in dit ziekenhuis. En als het zeg maar toch een breuk in zit, dan gaat u naar de orthopeed. En dat zit ook in dit ziekenhuis. We hebben het over allemaal mooie dingen. Maar is het wel voorgekomen dat mensen klachten hebben over de manier van ontvangen? Of dat ze misschien zijn geschreeuwd? Want men, we kunnen het zeggen hoe we zijn. We zijn in Suriname, vaak genoeg smagro, fupchinso. Is dat voorgekomen bij jullie dat mensen een beetje, ik ga niet zeggen heel veel, maar een beetje onheus zijn behandeld doordat de patiënt zelf een beetje chagrijnig of onrustig is op dat moment? Ja, kijk, onze mensen worden wel getraind, in ieder geval geïnstrueerd hoe ze moeten omgaan met de patiënt. Desondanks is een mens een mens en kan het altijd wel fout gaan. Wat vooral onze naaste ervaring dit jaar is natuurlijk wel alles wat op Facebook geplaatst, zonder context. En wordt er heel veel gesproken om het geval op Facebook, maar wordt dan geen context aangegeven. En onze tactiek is vaak dat als iemand een klacht heeft, kan je gewoon het klachtenformulier invullen op onze website. En eigenlijk binnen een dag neemt onze manager contact op met je om die klachten door te spreken en nodigt je ook uit op spreekuur om even te bespreken van wat is er aan de hand, wat is er misgegaan en hoe kunnen we het beter doen. En in sommige gevallen zelfs die medewerker erbij die te maken heeft met die klacht. Dus onze klachtenprocedure is redelijk strikt. Desondanks geef ik altijd mee dat we kunnen onze mensen wel trainen in agressie, om hoe ze met agressie omgaan en dat soort dingetjes. Maar het is wel de toon die de muziek maakt. En als je hier schreeuwend en slaand binnenkomt, dan zal de zorg niet aan jou gegeven worden. Dus dat staat wel vast. En dat is ook mijn beleid. Ja. Dat is helemaal duidelijk.
We naderen het einde van dit gesprek, dokter Rens. Heeft u nog wat, ja, ik zal maar zeggen, goeieheden die men nog kan verwachten richting that one year anniversary? Nee, ik denk dat we, we zijn humble in het feit dat wij dus zorg mogen leveren. En ik denk dat wij dus ons beste kunnen richten op zorg leveren. Ik denk dat als je na een jaar je bedrijf mag dopen en dat je na een jaar zegt, oké, we zijn succesvol, dan is het nog niet echt tijd voor een feestje. Want er zijn nog steeds te veel mensen die te laat binnenkomen. Er zijn ook veel patiënten. Er wordt te weinig preventie gedaan in het land. Dus mensen komen te laat binnen. Mensen lopen te lang rond met dingen waarvan je denkt van ja, was nou maar eerder gekomen. Ik heb 3 dagen of 2 dagen geleden ook een mevrouw gezien die hier binnen de auto zit met een been wat eigenlijk een week geleden wel misschien te redden was en nu niet meer. En dat zijn wel dingen die je wel aan het hart gaan. Dus ik denk dat het is nu nog geen tijd voor een feestje. Het is wel belangrijk om te zeggen van hey, we zijn, het gaat goed met die huisartsenspoedpost en we worden gezien. Er komen veel mensen naar ons toe en mensen zijn tevreden over wat we geven. En die uitbreiding die zit er gewoon aan te komen in dit jaar nog. Alleen dat hou je ook een beetje nederig binnen de groepen. Maar ja, weet je, het is vooral gewoon heel mooi. En dat we misschien over 5 jaar, dat we misschien wel een 5 jaar gaan vieren. Maar een jaar, ja, ik vind dat elke ondernemer die een jaar een bedrijf heeft, ja, die zal niet na een jaar al feest vieren. Nee, maar ik doelde ook niet op feest hoor. Maar nee, maar ik doelde niet op feest. Maar hier aansluitend, welk advies heeft u naar de samenleving toe? Want ze weten, jullie zijn er. Jullie deur staat open, jullie proberen altijd ieder te helpen. Welk advies heeft u naar de samenleving toe? Bellen is gratis. Dus bel als je een vraag hebt over iets. Bel als je je zorgen maakt over iets. Bel gerust even met 124. Die dokter staat daar, dat is de taak van die dokter om de telefoon op te nemen als u belt. Dus bel gewoon gerust naar 124 en dan kunnen wij u te woord staan. Als het nodig is dat u moet komen of als we advies voor u hebben, zullen we dat gewoon vrijblijvend aan de telefoon geven. Ja. Loop niet te lang met medische klachten rond, want als je lang ermee rondloopt, dan wordt het veel erger. Ja. En uitgestelde zorg is altijd duurdere zorg. Dat is echt een uitgangspunt. Dus hoe langer je ermee wacht, hoe verder je bent met je ziektebeeld en hoe duurder het wordt. Het belangrijkste, zorg ervoor dat je die verzekering gewoon regelt. He? Regel dat gewoon, ook voor die kleine kinderen, regel dat gewoon. Je kan naar SZF gaan, regel je verzekering. Zorg ervoor dat het goed zit. En dat is het belangrijkste. Heel sterk advies zal ik zeggen. Alsnog heel erg bedankt voor ons wederom te ontvangen om te praten over de huisartsenspoedpost. Want ik had altijd het idee dat mensen altijd voor verkeerde zaken kwamen. Vandaar ik wederom bij u aandrong om liever weer opnieuw over te praten, zodat men precies weet. Want men dacht vroeger hier, in het vorige deel van vorig jaar, wist men dat hier ook een EHBO was of een SEH, maar dat is nu niet meer hetzelfde. Maar heel hartelijk dank nogmaals, meneer Rens. En dan, we blijven de spoedpost volgen. En tot hogere hoogte, zal ik zeggen. Jazeker, zeker. Tot eind van het jaar. Kijkers, u heeft de heer Rens gehoord. Verzekering is belangrijk, vooral als u weet dat u plotseling een dag ziek kan worden of ziek bent. Dat was het voor deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel zag u mijn collega Richelle Maknak in gesprek met de heer Robert Bipad over Ramadan die afgelopen zondag is ingegaan. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is vanavond op 12.2. Wij zien u volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.